Omdat veel mensen nu niet naar buiten kunnen, brengen wij de lente bij u thuis. En ik doe de groetjes aan al mijn lieve vrienden. Wil jij ook de groetjes doen aan iemand of een leuke videoboodschap insturen? Dan kun je dit doen naar Omroep Dommeland op telefoonnummer 06-43-14-1013. Groetjes! Maarten de Gans uit Bokstel ging als een van de eerste langs zorgcentra en bewonersgroepen om hen in deze eenzame tijd te verrassen met een heus mini-concert aan huis. Zo te zien genoten bewoners en buurtbewoners met volle teugen. Thank you.
die jullie een stuk krant geven wat we gemaakt hebben naar aanleiding van een voorbeeld uit 1920. De Bokstelse Courant, de voorloper van ons Brabant Centrum. Maar die Bokstelse Courant die bevat vandaag informatie over het jaar van de folklore en ook over de volgorde van de optocht. De meeste, zoals die 14 dagen terug kwam. Kijk daar hebben onze grote vriend, onze grootste keistamper, Prins Jas himself. Kijk, Jas de keistamper, die hield het in de 14e eeuw. Hielp die Bokstel als eerste in het Brabantse land aan de verharde steenweg. Hij hield de lange steenstraat, tegenwoordig hield hij de rechterstraat en kruisstraat. In 1949 kwam hij weer terug, vandaag tussen de donkere wolk, voor de eerste keer weer hier op de kei in de Bokstel. Bij alle volksfeesten in Bokstel is hij steeds aanwezig. En dat doet hij niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland. En dat zijn allemaal dorpen die niet naar Bokstel horen. Ja, nou krijgen we een moeilijke operatie. Een moeilijke operatie, want nou moet hij hier gaan zitten. Kijk, ik wil toch ook nog even zo'n aandacht vragen voor deze schot al fiets. Een hoge bie. Een velocitaire, zegt de jonge dame. Oh. Ja. Ja, zit er goed. Want dan laten we de rest komen, hè. Dames en heren, Boksels trots sinds 1908, de Bokselse Hermie. Mevrouw de burgemeester en de wethouder ingezet, tovenaar. Kijk, het deftig volk moet nou even uitstappen. De volgende die de revue passeert, voorafgegaan door nog een schoon oude fiets. Kijk, dat is nog een echte fiets. Dan krijg je een lekker baan mee. Is handboogvereniging L'Unio. In 1840 opgericht.
een hele oude traditie die wij toch weer willen laten herleven, is het Drie Koningen zingen op 6 januari, het feest van de Drie Koningen, waarbij kinderen probeerden met bedellied en een eigen hoed bij elkaar te krijgen. En daar, kijk, daar hebben we een paar sportieve nonnen vanaf gegaan, daar Henkie van Vug, op een tandem die nog gebruikt is op de wielerbaan in Bokstel in 1935. Die hebben we nog gevonden ergens in een oude schuur. Dan willen wij uit de jaren 30, 20, met oude motoren en oude auto's aan jullie laten zien. Die toch betekende dat een hele hoop veranderde in Bokstel. Want toen die dingen op de weg kwamen, dan werd het toch allemaal wel wat anders. Kijk, toen hadden nog die zo'n klaksel doorgaans tegenwoordig. Kijk, dat dat allemaal bewaard is en er zo schoon uitziet, dat blijkt toch alleen maar uit dat folklore onvoltooid verleden tijd is. En een tractor met het woord vent erop, met alle spellingsfouten die je daar maar mee kunt maken. Dat de Bokstelse edelen voorafgegaan door een van de eerste fietsen. Nog een echte loopfiets. Ik heb de berijder aan het begin van de optocht gesproken en die waren heel blij dat ik in de Rijndoos moest. Maar zo is het met de fiets begonnen. Dat de Bokstelse edelen vanaf de 13e eeuw is het kasteel bewoond door edelen. Vanmiddag hebben we 3 families bereid gevonden om hier acte de présence te geven. Op de eerste plaats de familie van Zalm, die hun kinderen meegebracht hebben. De familie van Bokstel, de heer en vrouwen van Bokstel. En tot slot Frederik Jan Otto en zijn gemalin. Het was al spannend als ze weer in Bokstel kwamen. De zigeuners. Was het niet om een of ander mee te nemen, dan was het wel een wet te verkopen, of waren het wel in de hand te lezen, maar het was toch altijd weer spannend en mysterieus.
christelijkheid, daar hebben we in Bokstel meer dan genoeg van. Ik hoef maar in herinnering het klooster op Duinendaal, de paters Assumptionisten, de witte paters op Sint-Charles, de Ursuline, de zussen van Eendree. En waarde zusters en broeders en paters, wij zijn in gebed met u. De volgende groep is het ensemble voor traditionele volksmuziek uit Bokstel. De muziekgroep Quiznix. Vanmiddag met allerlei liederen uit het Antwerps liedboek van 1544. Zijn van alle tijden. Hoor je, ik nou een verdwaalde zigeunerin. Allerlei sprookjes worden uitgebeeld door ouders en kinderen van de spelelier.
Na de sprookjesverweren. De stichting Keklinks. Die hier me uitbeelden hoe in de jaren 30 verhuisd werd. Burgemeester, ik hoor toch graag wat niet zeggen. Het zal niet goed zijn, maar toch iets. We hebben opgemerkt een paar eitjes gekocht. En die wil ik dan jou geven. Want ik merk dat jouw hele oren van de lekste. Ze zijn vlug in de rug. En het beste kunnen merken. Wij dienen de hele lucht, hè. Je weet wel wat is. Lucht, hè. Smaakjes. De lamp en de vlieg en zo opgeslagen. Dan kan het zijn dat ze wel weer onderweg worden. En daarvoor ik eigenlijk zeg. En het mooie is altijd, hoe die je gesmaakt, hoe je mooi hebt, dan kun je er tegen als ik overdag nog wat te verhaalstuk krijg. Dus ik zou zeggen, ze zijn al gekocht. Ja, dat ik nog in mijn eigen in boksel, ik weet het niet. Ik zal het maar goed verbranden. Ja, hoi. Nou, kijk links, de brandweerauto werd links. Ook uit de jaren 30. En dan, ja, je ziet hem daarachter die brandweerwagen aanschoevelen. Het pindamanneke. De verpinda's uit de Rotterdamse haven naar Boksel kwamen. Trouwde figuur in het straatbeeld, toch ook altijd een vodden ophalen. En bij straatmuzikanten. De
de familie, de kinders aan de hand van vaders, de derde op weg naar de dood en de marskramer, twee doodbidders, de dames van Hoop. Dan heb ik nog twee bijzondere figuren uit Bokstel, met hoge hoed, de heer Dufour. Hij was het die als eerste in Brabant een elektriciteitscentrale realiseerde hier in Bokstel. En neffen Jacob Reute, die het Keiterbos kocht en helemaal tot ontginning bracht. Bijzonder bij die ontginning was dat hij als eerste in het veld een stoommachine gebruikte. En half Nederland waar aan het ontginnen waren, daar kwam kijken. Kijk, Koba. Koba, wou we toch, toen we allemaal wekkelijker waren, toch wel een beetje schrik van haar.